gemeente Mook en Middelaar heeft naar verhouding het meeste aantal boetes voor rijden onder invloed en laat ook de grootste stijging zien. In de gemeente Mook en Middelaar zijn er vorig jaar naar verhouding de meeste boetes uitgeschreven voor rijden onder invloed in onze regio. Dat blijkt uit cijfers van Independer. In de Limburgse gemeente werden 42,4 boetes per 10.000 inwoners uitgeschreven voor dit vergrijp. Ook laat Mook en Middelaar ten opzichte van de cijfers van het jaar ervoor de grootste stijging zien. Deze bedraagt 329%. Op onze redactie staat verslaggever Matthijs Semmeling met de rest van de cijfers. Als we kijken naar de absolute aantallen bekeuringen voor het rijden onder invloed in onze regio, steekt de gemeente Nijmegen er natuurlijk met kop en schouders bovenuit. Hier werden in 2023 namelijk 462 boetes uitgeschreven. Maar ook omgerekend per 10.000 inwoners vallen de cijfers van Nijmegen hoog uit. Hierbij scoort Nijmegen namelijk 29,3 boetes per 10.000 inwoners, waarmee het binnen onze regio direct onder Mook en Middelaar eindigt. Wel laat Nijmegen de kleinste stijging zien, waarmee het aantal het meest stabiel blijft. Wat verder opvalt in de gepubliceerde cijfers is dat ook de gemeente Heumen een flinke stijging laat zien ten opzichte van het jaar ervoor. Met 29 boetes in deze gemeente stijgt hun aantal met maar liefst 190%. Andere gemeentes waarin dit cijfer ook fors is gestegen zijn Wijchen en Overbetuwe, met een respectievelijke 117 en 73%. De enige gemeente in onze regio die geen stijging, maar juist een daling in boetes laat zien, is de gemeente West Maas en Waal. Met 21 boetes in 2023 scoren zij een daling van 1/3 ten opzichte van 2022. Independer meldt hierbij dat de gevolgen van rijden onder invloed groot kunnen zijn. Zo kan bijvoorbeeld je autoverzekering opgezegd worden wanneer je een ongeluk hebt veroorzaakt omdat je alcohol op had. Het jaarlijkse voorleesfeest is weer begonnen, de Nationale Voorleesdagen. Een moment voor kinderen en ouders om samen te genieten van boeken. Bibliotheek Gelderland-Zuid organiseert allerlei activiteiten met vandaag het prentenboek van het jaar 2024 in de hoofdrol. Ieder jaar wordt de prenten top 10 gemaakt. En het boek wat dit jaar is gekozen, dat wordt dus door de voorlezers voorgelezen. Het zijn boeken uit de prentenboeken top 10, waaronder Help een verrassing en dat is het prentenboek van het jaar. Prentenboeken top 10 staat eigenlijk centraal tijdens de voorleesdagen en het prentenboek helemaal. Ik vind het ontzettend leuk prentenboek, ja. En de interactie is heel belangrijk. Daarom loop ik ook altijd rond, high five, box, even erbij betrekken, je moet natuurlijk het hele boek laten zien. Je moet dus niet, maar goed, zo ben ik als docent ook altijd, je moet dus niet klakkeloos, je moet er eigenlijk, ja, je bent een entertainer. De Nationale Voorleesdagen worden jaarlijks gehouden om het voorlezen aan jonge kinderen die zelf nog niet kunnen lezen te stimuleren. Op die manier zijn jonge kinderen toch bezig met boeken en taal. Ja, de taalontwikkeling, als je nu leest, je kunt het nieuws er niet op naslaan, dat het niveau enorm aan het dalen is. Ja, dat moet voorgelezen worden. En hoe jonger je begint, hoe belangrijker het is, zodat ze enthousiast en ook naar de bieb gaan. Nou, dat vind ik heel belangrijk. Ja, je kunt niet vroeg genoeg beginnen met voorlezen eigenlijk. Het is gewoon fantastisch leuk om te doen en het is heel goed voor de woordenschat ook van kinderen. En daar heb je gewoon je hele leven profijt van. Dus mijn jongste kleindochter is nu 1,5. En mijn jongste dochter is eigenlijk dagelijks aan het voorlezen. En je ziet qua taalontwikkeling hoe goed het met haar gaat. Tijdens de voorleesdagen wordt er van alles georganiseerd in bibliotheken door de hele regio. We gaan zaterdag hebben een voorleesfeest. Dat is 4+ en dan gaan we daarna knutselen. Dus we gaan een doosje met confetti maken, dus zodat je ook weer iemand anders kunt verrassen. En volgende week zondag hebben we nog een voorstelling hier, een poppenspel. Je ziet het al hoe druk het eigenlijk is vandaag. Dus mensen vinden het ontzettend leuk om er iets mee te doen. En het is heel fijn dat we voorlezen en knutselen en een voorstelling hebben. Dus je kunt er op allerlei manieren ook iets mee doen. De overleden persoon die dinsdag werd aangetroffen in een flat aan de Heuvel in Druten is volgens politie niet door een misdrijf om het leven gekomen. Zo blijkt na onderzoek. Dinsdag waren hulpdiensten aanwezig om onderzoek te doen bij de flat aan de Heuvel, waar eerder die dag in een woning een stoffelijk overschot was aangetroffen. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. De actiegroep Nijmegen voor Palestine heeft voor aanstaande vrijdag weer een demonstratie aangekondigd. Net als een aantal voorgaande keren zullen ze zich ophouden in de stationshal van station Nijmegen door daar op de grond te gaan zitten. Zo willen ze aandacht vragen voor de situatie in de Gazastrook. De actie van vrijdag staat gepland om 6:00 s'avonds.
Gemeente Nijmegen doet een oproep aan de inwoners die binnenkort een nieuw paspoort of identiteitskaart nodig hebben. Het advies luidt om dit tijdig aan te vragen, omdat er extra drukte wordt verwacht bij de gemeentelijk loket. Mensen die tussen 2014 en 2018 een reisdocument hebben aangevraagd, zullen deze vanaf dit jaar moeten verlengen. De gemeente zet extra medewerkers in, maar verwacht alsnog dat de wachttijden zullen oplopen. En tot slot nog nieuws van het NEC. Het hing al een tijdje in de lucht, maar inmiddels is het definitief dat Elias Tafsan de Nijmeegse club gaat verlaten. Hij maakt de overstap naar de Italiaanse club Hellas Verona. Tafsan speelde 3,5 seizoen voor NEC, waarin hij 25 goals maakte. Tegelijk zal NEC deze week de komst van een nieuwe speler bekendmaken. Jaron Cherry zal deze week een medische keuring ondergaan en dit weekend al kunnen spelen voor NEC. Verder is de club ook nog met een nieuwe spits bezig. Voor de eerste keer de Vierdaagse lopen, maar geen idee waar je beginnen moet. Voorbereidingsprogramma Via Vierdaagse sleept debutanten door hun eerste Vierdaagse. Wandelbot KWBN heeft dit programma ontwikkeld en de inschrijving ging gisteren voor de 12e keer van start. Nu is het nog rustig op de wedren in Nijmegen, maar over een paar maanden ziet het er ongeveer zo uit. Jillis liep vorig jaar zijn eerste Vierdaagse en met succes. Dat was een hele mooie ervaring samen met mijn broer en mijn vader. Je loopt er langs hele mooie routes, heel veel sfeer, heel veel leuke mensen. Jillis maakte vorig jaar gebruik van het programma Via Vierdaagse, die wandelaars tot in de puntjes voorbereidt op hun 40 of 50 kilometer. Dit is ooit in 2008 in samenwerking met Stichting De Vierdaagse ontwikkeld, omdat er best een hoog uitvalpercentage was onder debutanten. Omdat die toch vaak onderschatten wat de Vierdaagse inhoudt. Die denken dan, 30 of 40 of 50 kilometer, best een afstand, gaat me wel lukken. Alleen, je loopt het wel 4 keer, dus je loopt eigenlijk 120, 160 of 200 kilometer. En dat vergt toch echt wel een hele goede voorbereiding. En die voorbereiding krijg je op een presenteerblaadje aangereikt door dit trainingsprogramma. Gemiddeld loopt dan ook 93% van de Via Vierdaagse deelnemers de Vierdaagse succesvol uit. En welke tip heeft Jillis nou door de 200 kilometer gesleept? Ja, dat je wel moet gaan trainen met de tas waarmee je gaat lopen. Want als je 4 keer 50 kilometer loopt, gaan geven wel plekjes schuren. En als je dan net niet gewend bent om met iets te lopen, dan is het wel fijn dat je daarmee geoefend hebt. En dat is wel echt een hele handige tip. Het was een winderige dag vandaag, maar die wind gaat vanavond en vannacht weer liggen. Het wordt een rustige en heldere nacht, waarbij het kwik kan zakken tot dicht bij het vriespunt. En aan de grond is dus lichte vorst mogelijk. Morgen krijgen we een mix van zon en bewolking. In de loop van de dag wordt de kans op het lichte regen steeds groter, maar veel zal er niet vallen. Het wordt daarbij een graad of 10. Vrijdag wordt vervolgens wel weer een onstuimige en vooral regenachtige dag, maar daarna blijft het vaker droog. Een enkele bui is in het weekend niet uitgesloten, maar droge momenten zullen overheersen. Daarbij is het zacht voor de tijd van het jaar, met dubbele waarde voor wat normaal is. Tot zover het RN7 Regio Nieuws van woensdag 24 januari. Kijk voor het laatste nieuws altijd even op onze website rn7.nl en volg ons ook op de bekende socials. Morgen zijn we weer terug en dan nemen we onder meer een kijkje op de banenmarkt in de Fasim, die deze namiddag plaatsvond. Graag tot dan!